Na een lang proces van debatteren heeft de Nationale Assemblée gisteravond 4 belastingwetten goedgekeurd. De wetten loon, inkomsten en casinobelasting zijn met algemene 40 stemmen aangenomen. De wijzigingen in de wet belasting over de toegevoegde waarde, BTW, waarover er veel twijfels bestonden, is aangenomen met 27 stemmen voor en 12 tegen. De BTW-wet zelf werd al in augustus 2022 goedgekeurd. Fractieleider Aziz Kumar Gayadin zegt dat de wijzigingen waarover de afgelopen dagen is gediscussieerd, ervoor moeten zorgen dat er een vlottere introductie is van de BTW. Kishan Ramsuko van de VHP zegt dat DNA de afgelopen dagen hard heeft gewerkt om een betere toekomst te bieden aan de Surinaamse gemeenschap. 1 december, waar wij in Suriname in een Oroyari-sfeer zijn, hebben wij tot in de nachtelijke uren moeten doorwerken, dagenlang. Maar we hebben doorgewerkt om de invoering van BTW in Suriname te verbeteren. We hebben doorgewerkt om middels verschuiving van de loonsgeven koopkracht te versterken. We hebben doorgewerkt voor een betere toekomst van Suriname. Daarbovenop heeft de president ons vandaag aangenaam verrast met de besluiten genomen door de regering voor het sociaal programma. Maar wat we ook hebben afgesproken is dat we tussentijds zullen evalueren. Met deze voorwaarden zeggen we dat we volledig erachter staan en we roepen het parlement op om mee te gaan en voor te stemmen voor het. De NDP en BEP-fractie hebben tegen de wijzigingen in de BTW-wet gestemd. NDP-fractieleider Rabinder Permisser zegt dat de regering geen zekerheid heeft kunnen bieden dat de uitvoering van de BTW goed zal verlopen. Verder, voorzitter, dit wordt doorgedrukt onder het IMF-programma om daaraan de vierde trans proberen binnen te halen. Wij hebben niet gekeken naar alternatieven waar wij zo vaak over hebben gehad. Wij gaan in de rij van meer lasten en meer lasten op de bevolking plaatsen met de BTW, met een krakkemikkige voorbereiding. Wij kunnen op deze manier nooit mee ingaan. Wij roepen op om tegen te stemmen op de manier waar het gebeurd is, op de manier waarop georganiseerd is. Ik roep op om tegen te stemmen, voorzitter. DNA heeft zich ook uitgesproken over de vele twijfels en de slechte communicatie van de overheid naar de consumenten en bedrijven over de invoering van BTW. Bij de behandeling van deze 4 belastingwetten is er ook gewerkt aan de belastingdruk op de gemeenschap. Zo is de belastingvrije som opgetrokken naar 7500 SRD en zijn de belastingschijven aangepast.